Na een lang zomerseizoen sluit openluchtzwembad de Papiermolen aanstaande zondag weer de deuren. Dit gebeurt elk jaar wanneer de zomer ten einde loopt, maar met dit hete weer kunnen sommige badgasten dat niet helemaal begrijpen. Waarom is dat zo? Ja, hetzelfde. We zitten gewoon met personeels eigenlijk tekort. Het Helpen Bad en de Paul gaan weer open. Mensen die moeten weer naar Kardingen toe. We hebben gewoon net niet genoeg mensen om hier het ook nog open te houden. We zitten ook met studenten die ook gewoon weer naar school toe moeten. Dus ja, we zitten gewoon in het probleem. Ja, ik ben hier voor het eerst in jaren, dus prima. Maar jammer. Wel mooi toko, dus. Ja, waar moet je dan heen? Waar moet je dan jumps maken? Bij meer hebben ze geen duikplank, dus misschien moet daar een petitie voor komen of zo. Ja, goed zuur. Echt zo? Oh. Ja, dat vind ik wel min. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de papiermolen wanneer het zwembad dicht is? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb wel gehoord dat ze het water in het bad willen laten staan, zodat de vloer dit keer niet beschadigd raakt. Het is alsnog niet de bedoeling dat mensen denken van, nou, dan gaan we alsnog even zwemmen. Mocht je deze week geen tijd hebben voor een frisse duik, dan kan je toch nog een keer terecht bij de papiermolen. We hebben aankomende zondag hebben we onze laatste dag. En die zondag erop hebben we dat je met je hond mag komen zwemmen. Ja, dat is altijd wel een leuk fenomeen om te zien hoeveel honden hier eigenlijk komen zwemmen. En dat eigenlijk mensen net zoveel genieten, maar honden ook net zoveel genieten van de buitenbad. Dus over 2 weken mag je hier met je hond gaan zwemmen. Is dat wat voor jou? Nou, niet echt voor mijn hond. Maar ik vind het wel leuk, maar helaas kan ze dat niet meer. Ze is al best oud. Jullie weten zeker dat jullie niet nog een weekje open kunnen voor ons? Nee, dat zit er helaas niet in. Iedereen die heeft zijn eigen ding te doen. En ik ga ook zelf weer voor de klas staan. Dus dat is voor mij ook gewoon weer een leuke uitdaging. De papiermolen is volgend jaar april weer geopend.